Toen de Tilburgse SP-voorman Johan van den Hout de krant opende, was de verbijstering groot. Vreeman wil tweede casino, kopte het Brabants Dagblad afgelopen woensdag. Terwijl de raad zojuist had besloten dat één gokhal meer dan genoeg is. Naar aanleiding van het bewuste artikel heeft de SP inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het college. Want dat de socialisten bijzonder kwaad zijn, dat mogen duidelijk zijn. Ja, alleen laat burgemeester Vreeman weten dat hij graag een tweede casino in Tilburg wil. Terwijl de gemeenteraad een goed jaar geleden heeft uitgesproken, heel duidelijk uitgesproken, dat we er maar één willen. De zaak loopt al sinds 2005 en heeft destijds ook al eens voor flink wat opschudding gezorgd in politiek Tilburg. Toen Hommersen hier een voorstel indiende om een casino te openen, moest de raad daarover beslissen. Nou, raadsleden hebben zich toen in mijn ogen ten onrechte laten trakteren door deze gokboeren op reis en dinertjes en een keer mee gokken en dat soort dingen. Daar is al een beetje een rel over ontstaan. En uiteindelijk mondde dat zelfs uit in ruzie, heel ordinair, tussen Hans Smolders en de oudere partij en de breuk daartussen. En uiteindelijk hebben we dus het bestaan in Tilburg van de lijst Smolders-Tilburg te danken aan de rel die ontstond naar aanleiding van dit casino-debat. Nu de rust dus leek wedergekeerd te zijn en Tilburg eind dit jaar een nieuwe automatenhal gaat krijgen aan het Pieter Vredeplein, komt de burgemeester dus met deze opvallende uitspraak. Volgens Van den Hout getuigt dat niet alleen van een slechte timing, maar is het ook hoogst ongepast. De raad gaat daar ook over, niet de burgemeester. Dus als hij echt van plan is om een tweede casino in Tilburg te vragen, wat hij eigenlijk doet hè, met zo'n artikel in de krant, dan zal hij dat toch eerst aan de gemeenteraad moeten voorleggen. En daar heeft hij nog een harde dobber aan. Want die raad heeft volgens de SP-voorman juist goede argumenten om het bij één gokpaleis in de stad te houden. Dat er wat ons betreft niet genoeg markt is en dat hij die ook niet moet creëren. Er zijn al genoeg jongeren gokverslaafd en we willen niet nog meer gelegenheid bieden om dat te provoceren. Burgemeester Vreeman kon vandaag niet voor onze camera reageren op zijn opvallende uitspraken. Maar volgens zijn woordvoerder is het artikel in de krant nogal dik aangezet. Het gaat erom dat de burgemeester elke aanvraag voor een nieuw casino in Tilburg serieus wil bekijken, aldus de woordvoerder. Een stuk in de krant zetten op die manier zonder dat daar echt een duidelijke aanleiding voor is een uitnodiging aan, in dit geval dan vooral Hommersen, om meteen de dag erop een brief te schrijven van nou, wij willen wel. En dan heeft hij zijn aanleiding en kan hij naar eigen zeggen althans gaan kijken naar een locatie, maar dan slaat hij toch echt een stap over.